Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Licht lagere koersen voor de SP 500 en Dow Jones, de Nasdaq bleef nipt in de plus. Beleggers keken naar zowel de bedrijfs- als macrocijfers en kregen de notulen van de Amerikaanse Centrale Bank te verwerken. En daaruit bleek dat een meerderheid de rentestap van een kwart procent ondersteunde, maar diverse haviken zagen liever een half procent. Dat de economie in een recessie kan belanden, wordt nog steeds niet uitgesloten. Intel de weg nu het bedrijf het dividend gaat verlagen om cash vrij te maken voor investeringen. Het cybersecuritybedrijf Palo Alto steeg 12% naar sterke cijfers. Bij Nvidia hield men al rekening met een lagere omzet en winst. Maar deze verwachtingen werden toch nog ruim verslagen. De winst halveerde tot van 3 miljard tot 1,4 miljard op een omzet van ruim 6 miljard. En dankzij een positieve outlook schoot het aandeel naar beurs 7,5% hoger. In Azië bleef alleen de kospi index boven nul omdat de centrale bank de rentes ongemoeid liet. De andere schaven gaven lichtterreinprijs. De Japanse Nikkei-index bleef gesloten in verband met de nationale feestdag. En de futures in Amsterdam duiden ondertussen op een redelijk onveranderde opening. En AMG heeft sterk gepresteerd in 2022 en zag de omzet met 36% aantrekken tot 1,6 miljard dollar. De operationele winst kwam met 343 miljoen ruim boven de verwachting uit. Netto bleven 180, sorry, 188 miljoen over, maar dat was een jaar eerder slechts 14 miljoen. Het bedrijf wil verder uitbreiden in de VS en hun belangrijke locaties in Duitsland en ziet een verdere groei voor 2023. Het dividendvoorstel is 70 eurocent. En SBMO zag de omzet met 50% aantrekken tot 3,3 miljard dollar en versloeg daarmee de eigen verwachtingen. Vooral de divisie Turnkey presteerde sterk. Tegenvallend was echter de netto winst van slechts 115 miljoen waar analisten uitgingen van 152. Het dividend gaat desondanks met 10% omhoog naar 1,10 dollar. 10. De outlook is redelijk vlak met een omzet van 3 miljard en een operationele winst van 1 miljard. En dat ligt iets onder 2022. En ook Fugro zag de omzet over Q4 met 453 miljoen fors hoger doorkomen. De marges daalden licht en dat was wel een tegenvaller. Over heel 2022 werd er 74 miljoen verdiend op een omzet van maar liefst 1,4 miljard. En ondanks dat men voor 2023 verdere groei ziet en betere marges, wordt het dividend overgeslagen. En Alberts wist de verwachtingen te overtreffen en zag over 2022 de omzet met bijna 9% aantrekken tot 3,2 miljard. De operationele winst bedroeg 500 miljoen en netto bleef daar 372 miljoen van over. De dividend bedraagt 1,11 euro en dat is 30% van de winst per aandeel. Het ordeboek zag een sterke groei, maar een outlook wordt verder niet afgegeven. En de Europese toezichthouders hebben de fusie tussen DSM en het Zwitserse firma niet goedgekeurd. Het wachten is nu nog op India. Op de agenda vandaag inflatiecijfers uit de eurozone, belangrijk, steunaanvragen ook belangrijk en we hebben Chicago Fed Index, verder nog nieuwe woningverkopen en kerninflatiecijfers en consumentenvertrouwen van de University of Michigan, kortom redelijk wat belangrijke cijfers. Unilever gaat vandaag 43 cent ex-dividend en tussen de middag hebben we cijfers van Alibaba en Nicola. Na beurs laat Galapagos de resultaten zien. En bij de analisten zet Berenburg, of haalt de Berenburg KPN van de kooplijst. Koersstoel gaat wel omhoog naar 3,45 euro. Credit Suisse zet DSM op kopen met een koersstoel van 128. KBC zet Beijing op kopen met een koersstoel van 68, maar die lopen wat achter de markt aan. Deutsche Bank zet ArcelorMittal op kopen, koersstoel 35. En Bernstein zet Tesla op verkopen met een koersstoel van 150 dollar. En Tesla houdt 1 maart een Investors Day. Morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas.